What up guys en welkom bij de meest supergaande talkshow van Nederland. Mijn naam is Nessim. Mijn naam is QC. En vandaag de gast, twee straders uit de buurt. We hebben over niemand minder dan Sjaak en Anu D. Je toon. Yes, wow, wow. Dat is een goede intro, man. Ja, Jongens, wij beginnen altijd met wat nieuwtjes van de week. Ja. En die gaan we dan gewoon even bespreken. Laten we gelijk even beginnen met de eerste. Ja. Eerste nieuwtje. Ja. Badden versus Rico. Ja, man. Ja. Ja. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, ja, man. Wat kan je zeggen? We hebben gewacht. Echt gewacht, man. Hoe lang? Een maand of zo? Een maand was het, hè? Twee maanden. Dus je hebt nog twee gasten die twee maanden zitten trainen en mensen die erop zitten te wachten. Ja, plus het was al een gevecht waar iedereen al een tijd op wachtte. Ook was het nog niet afgesproken, want dit moest gebeuren. Mm. Klopt. Sinds de aankondiging van Rico bij een van die talkshows, had hij gezegd van ja, ik wil tegen Badr. Toen was het aan. Maar geloven jullie in de geruchten dat het gespeeld is voor de rematch? Nee. Het is al een beeld, hoe ga je dat spelen? Nou, dat weet ik niet. Nee, want er gaan geruchten rond van oké, ze hebben gewoon even money gepakt en ze doen de rematch voor dubbele money. Maar dan moet het wel echt goed geacteerd zijn. Ja, maar ik was die arm zag er echt raar uit, man. Ja. Toch? Ja, was wel. Je weet hoe het gaat in de gym, toch? Je ziet gewoon van hé, je arm is nu goed. Maar dan als je ziet van die arm is scheef, zie je ook gelijk. Ja, arm klopt niet, man. Mij zou het niks verbazen om heel eerlijk te zijn, zeg maar, dat het voor money zou zijn. Want zeg maar, vroeger toen Badr tegen die Azerbaijan ging, waren er ook geruchten van, hij ging een soort van knock-out doen, toch? Hij ging die even op de grond, kreeg die 10 cellen. In Dubai of zo? Ja, volgens mij was het in Dubai, ja. Toen gingen er ook geruchten rond dat het voor money was. Dat lijkt meer op een soort van dan gespeeld wat je nu zegt dan die van... Ja, dan deze. Ja, precies. Ja. Maar stel voor dat er niks was gebeurd met zijn arm, wie had er dan gewonnen? Ik was sowieso voor Badr. Ik was sowieso voor Badr. Ah, hebben jullie gewet of zo ergens? Hebben jullie money gezet? Nee, ik heb niet gewet. Maar beter ook. Ik wou net zeggen, ik zag zelfs Carly Boy, die had op Facebook een bericht gezet. Wat dan? Dat hij niemand ging betalen omdat hij gevecht nergens op sloeg. Serieus? Die zat met een paar mensen. Zo. Ja. Zou ik ook niet doen. Hoogwet is alles, man. Oké, volgende nieuwtje is rapper Rambo. Die is bij Zonamo getekend. Ja, man. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Nee, dat heb ik niet. Dat weet ik niet. Wel grappig eigenlijk, omdat Rambo en Boef hadden een tijdje erge beef. Mm. En nu is hij wel getekend bij Zonamo. Maar ik heb wel gelezen, zijn we goed samen. Ja, ze zijn nu weer cool. Ja, en hij is nu getekend bij Zonamo. Ja, beter. Ja. Gelijk bonshaal. Maar is hij dat denk ik ook via Boef gewoon? Ja, tuurlijk. Ja, moet wel, toch? In principe wel. Ik denk wel dat het een hele goede keuze is voor Rambo, zeg maar. Omdat hij past er denk ik heel goed bij, bij Zonamo. Zeker, sowieso. Hij is dezelfde stad, toch? Of ben ik gek? Ook, ja. Het is wel een goed team. Dus ja, dat heb je gewoon twee goede gasten die het goed doen, hetzelfde label. Kijk, zo zien we weer dat er uit een beef toch wel mooie dingen kan bestaan. Ja. Nee, maar zelfs met Frenna en Moela. Moela is heel hard gegaan op Insta. Oh, ja. Hij heeft heel veel views gepakt op zijn diss. En Frenna heeft zijn eerste diss track in de charts gekregen, dat is nog nooit gebeurd. Dus als wij toch de schuld krijgen, willen we ook onze props hebben. Wat zijn die procenten? Ik verwacht op zijn minst een bloemetje. Of een shout-out, ja. Ja. En het laatste nieuwtje is, rapper IJstijd heeft een diss track uitgebracht naar Murder Turk. Murder was laatst bij ons in de show. Mm. En daar waren matties of zo? Waren we matties? Ik weet het niet. Ze kennen elkaar. Dat weet ik niet. Misschien kennen ze elkaar wel heel lang. Ja. Maar Murder was laatst bij ons in de show en daar had hij dus verteld dat hij voor zijn rol bij Gangsta Boys, omdat hij in een jurk en zo op heeft, hij €20.000 gekregen. Mm-hmm. En ja, dat is nu een soort van tegen hem. Gebruikt in een diss track van is het weer onze schuld dan? Is het onze schuld dan weer dat het gebeurt? Nee, toch? Nee, is dat Gangster Boys? Nee, man. Nee. Maar jij hebt trouwens ook nog... Ze hebben mijn face gebruikt. Jullie hebben mijn face gebruikt, nuggas. Jullie hebben mijn face gebruikt. Hij was ook bij Gangster Boys, toch? Oh ja. Maar je hebt niet in die films gehad. Die soundtrack en zo. Ik was een paar seconden in die movie. Heb je money gekregen? Voor die soundtrack? Nee, voor die wat me gezegd waren ook op blikjes. Die heb ik wel chance gevraagd. Ja? Vet, gruwelijk. Meer of minder dan Murder? Nee, minder man. Ja? Minder. Pak chance, bro. Ik heb shitties. Maar hebben jullie de diss track gehoord van de IJstijd? Ik heb het één keer geluisterd. En? Wat vond je van?
De flow was er wel, alleen waar het om gaat. Murder tussen, weet je. Waarom ga je mensen tussen? Ging het echt om dat jurk Nee, ik denk dat die jongens hebben volgens mij al een klein beetje een geschiedenis of zo. Het ging een beetje heen en weer en nu... Ja, ik denk op een gegeven moment was het op Twitter. Gingen ze echt wel elkaar vlammen, Kid de Blitz. Mm. Murder Turk tegen IJsheid. Het was de hele tijd heen en weer. Hij weet hoe dat gaat op Twitter. Mm. Ja. En uiteindelijk, een paar dagen later, had hij een diss-track gegooid. Denk je dat Murder gaat antwoorden? Is het nodig om te antwoorden? Ik weet het echt niet, man. Ik weet het, man. Nee. Kijk, het is altijd, kijk, ik zie die dingen altijd van, je moet een goede reden hebben, vind ik, man. Als je iemand gaat dissen. Waarom ga je iemand dissen die gewoon zichzelf is, weet je toch? Ja, precies. Dat is wel zo. Daar komen we misschien straks nog even op terug. Even, Sjaak. Ja, hey, wat doe jij allemaal in je dagelijks leven, man? Wat doe je nu? Nu? Waar ben je mee bezig? Ik ben nu aan het opnemen, man. Van volgend jaar. Ga ik wat dingen uitbrengen. Ik wil niet veel over zeggen, want ik breng altijd niet als dat zijn. Muziek? Ja. Dus ik ben bezig met muziek sowieso, maar ik kan niet veel erover zeggen, man, eigenlijk. Man. Komt er een album of zo? Ik heb ooit gezegd van, ik ga nooit meer album maken. Maar het worden twee EP's. Oké. Tenminste, dat is het doel. Eén EP ergens hier en één EP ergens anders. Om de topnotch weer, of? Met topnotch kan nog zijn dat er nog een ander project komt, maar niet deze dingen die ik ga uitbrengen. Maar je tijd met topnotch was wel succesvol, toch? Ja, zeker. Kijk, ik heb nu maar zou er een andere partij zijn waar je dan mee zou willen samenwerken? Ja, die werk ik nu al mee. Ja? Wie dan? Dat is dus het ding. Geen primeurtje, was je begraven. Ik bedoel, niet als man, bro. Is het een bekende... Ja, zeker. Partij? Allebei. Oké, nou, ben benieuwd. Ja, lekker. Ben benieuwd, maar je bent dus nog wel veel bezig met muziek. Ja, zeker, man. En wat, heb je een andere stijl of nog steeds gewoon hetzelfde? Ja, weet je wat het is met stijl? Kijk, ik zat laatst weer oude pokus van mij te luisteren, dacht ik, hé bro, deze teksten kan ik niet eens meer maken gewoon. Het is een heel andere, je evolueert ook, je wordt ook ouder, ik hang niet meer op straat, dus die teksten kan ik niet meer maken. Dus je loopt gewoon te liegen, ik zit gewoon thuis. Je bent daar aan het hosselen, helemaal niet, je bent gewoon ossofring. Ik vind het wel mooi dat je zo eerlijk bent. Maar is toch wel, je loopt gewoon te liegen. Maar veel rappers zouden dat dan weer niet doen of zo. Zouden dan gewoon nog steeds praten over vroeger of zo, over dat soort dingen. Maar jij zegt van ja, oké, ik schrijf gewoon over nu. Ja. En wat zou je dan nu schrijven? Ja, wat ik nu mee bezig ben. Kijk, ik bedoel, muziek is gewoon mijn werk. Heb je zeg maar ook veel rappers betrapt met liegen? Gewoon dat je zegt, ik let niet op mensen, bro. Dat is het ding, ik leed op me, ik mag iedereen challenge. Hé, bro, is goed, vrees, kat toch. Dat moet ik zelf weten. Dat is mijn stijl, weet je toch? Dat is mijn ding. Als je liegt, lieg maar. Ik denk, wat fuck, het interesseert mij niet. Ja, je toch? Ik denk, als iedereen zoals jou was, dan was het misschien minder beef. Ja, bro, ik stress niet, gaan. Ik heb jongens jonger dan mij die wel mijn grijze haren gehad. Ja, ik stress niet om dingen onnodig gaan zijn. Maar muziek, hè? Dat is allemaal begonnen met Ik heb scheep. Toch? Nee. Of was het daarvoor? Nee, man. Daarvoor? Maar je was echt al gerokt in Amsterdam. Nee, man. Daarvoor al. Ja. Maar het grote publiek kent jou. Ik wil niet zeggen ik was bekend. Ik bedoel, mensen luisteren bij nummers. Serieus, ja, man. Maar als in iets onbekendere dus nummers dan? Maar was het dan meer in Amsterdam? Ja, waren bekende die nummers. Die tape, volgens mij, sorry hoor. De eerste tape die jij uitbracht. Sjaak Eemans. Eenmans, toch? Dat waren zeg maar die compilaties van een aantal poppers. Ja. Dat heb ik niet meegekregen. Maar wij komen vanaf Rotterdam, in ieder geval ik. Mm. Was het daar dan ook midden? Was je echt rocking in Amsterdam of was het wel... Sowieso Amsterdam, maar ook buiten Amsterdam. Besef, shit werd veel gedraaid in de gevangenis ook, man. Mm. Ik woonde destijds in België en daar luisterden al die mokro's en al die Algerijnen en zo, die luisterden jou daar ook. Ja, klopt, dat was echt gekke tijd, man. Maar dat was vooral na ik heb scheid, zeg maar, was het echt ontploft. Mm. Naar mijn gevoel. Ja, maar ja. Maar ik heb schaad, dus nou, ik heb schaad was de eerste keer dat ik mijn gezicht liet zien. Dus dat was het echt? Dat maakt het voor mij ook. Gewoon helemaal niks. Wij maakten vroeger poko's. MP3's. We hebben geen refreinen, we hebben niks gehad. Iedereen komt achter elkaar, Charles, wat voor afmixen of zo, bro. We dragen die man van die buurthuis. Hey, we willen deze poko nu, bro. We willen nu een poko gaan. Uit de computer. Ja, bro. Zet hem op dus, MP3. En die jongens, waardoor ik ben gaan rappen, die rappen dan een jaartje eerder, of twee jaar zelfs eerder dan mij. Mm. En toen was het gewoon echt MP4 en iedereen met zo'n microfoon. En iedereen toch, als je het fout ging, fucked up, iedereen opnieuw weer. Maar hoe kwam die samenwerking met Appa dan? Appa kwam bij ons in het buurthuis.
Dus de buurt daar zag van, hé, die muziekding werkt helemaal goed en zo. Toen gingen ze echt investeren in een nog grotere studio. Nu, Jaco is gewoon één muziekcentrum. Daar hebben jullie ook, ik heb scheid opgenomen. Ja, 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 ja. Ben je daar nog steeds soms? Nee. Hebben ze een poster of zo van jou hangen? Dat weet ik niet. Ja, dat de laatste keer dat ik ooit daar was, zag ik mijn krantknips of zo. Abstract komt was ook daar. Is Maarten nog daar? Volgens mij is hij nog wel daar. Ja, de laatste keer dat ik daar was, hij nog daar, ja. Hoe erg verschilt zeg maar, de Sjaak van nu met de Sjaak van in het buurthuis daar? Ja, ik sowieso ben rustiger geworden, man. Bro. Ja? Ja? Want hoe was je toen? Ja, gewoon veel straatgast, schaat, je weet toch? Ja? Dat, ja, zeker. Maar hoe erg was dat? Ja, je weet wel, we zijn nu hier. Dit was mijn terrein hier, Nieuwmarkt. Want wat deed je hier dan? Ja, alles. Verkopen. Roven, alles verkopen, wat de chance komt, bro. Dat is een hele dag in de shop en de ochtend. Hoe oud was je toen? 15, 14. Echt? Ja, ja. Ik ging niet eens naar school. Ik ging naar het oosten, dan moest ik naar Noord. En dan ging ik pap, en dan chillde ik hier, shoppen hier. Ja. Ja, dan ging ik pa's naar Noord, chickies, dit, dat, en dan ging ik weer terug. Nee. Wat verdiende je zo op een dag, op je 15-jarige leeftijd? Dat is verschillend, man. Dat is verschillend. Soms pak ik hier. Maar ik deed niet alleen dit hier, hoor. Ik kan niet al veel gekke dingen zeggen, bro, maar ja. Ja. Straks denk ik mensen, hey, die kank laat 10 jaar terug. Gaan we oude zaken openmaken. Ja, maar broer. Alles gedaan. Ik vind het wel fascinerend om te zien, zeg maar. We hebben alles gedaan, we zijn ook jong geweest. Als kleine jong. Nu kan ik dat zeggen, we zijn ook jong geweest. Tijd gaat snel, bro. Hey, ik doe het nu al 10 jaar, weet je toch? Toen ik natuurlijk muziek. Ook zag bij, ik heb scheid, dat is wel een gekke mannetje. Ja, ja. Kapmessen, alles. Ja, maar ja. Bro, ik kap je. Als een fuck, ik kap je moeder. Ik zweer het, ik zweer. Was je echt zo, ja? Ik was echt zo, ja. Maar denk je ook dat muziek je dan, zeg maar, Stefan, je had geen muziek gehad. Was je dan nog steeds in dezelfde vibe? Of heeft muziek je wel uit die sfeer gehaald? Ja, wat zou je nu doen dan? Want als ik geen muziek deed, zeg maar? Ja. Ik weet het echt. Nog steeds mensen kappen. Nee, ja, of ik zat vast, of weet ik, dat weet ik niet, man. Ik weet het echt niet, man. Heb je wel eens vastgezeten? Hey, toen ik heel jong was, man. Toen ik 13 was, van straatroof, man. Straatroof? Ja, ja, ja. Shit was fucked up. Je bent 13, hoe lang moest je zitten? Ik had 2 jaar gekregen, maar ik heb van die 2 jaar, ik heb maar 2 maanden gezeten. Oh. Omdat die 2 jongens waar ik mee was gepakt, die gingen samen tegen mij. Ik was heel stil. Dus die advocaat zei: kijk hier, Matties. Ze zijn samen gegaan en zijn ze, ja, dus dat is mijn schuld, ja, toch? Het zijn ideeën, we zijn doorheen. Oh, zo, oké. Toen liet die advocaat ook die dingen regelen. En ik had geluk, die jongen, zeg maar, die ging echt naar die twee boys waar ik mee was, van ja, hun deden meer dan deze, je weet ik had geluk in dat. En plus dat ik het goed deed op school of zo, ja, dat soort dingen. Heb je ze nog gezien daarna? Ja, natuurlijk. En? Ja, niks. Wat moet je zeggen? Ja, ik weet niet. Ja, toen ik vraag was, heb ik heel lang gezien. Die gasten zijn binnen, buiten, binnen. Ja, toen zijn we aan de andere kant op gegaan. Ja, dan ging je muziek maken en je kwam ook een tijdje dat je bij Spek. Hoe was die samenwerking? Nike heb schaat ging ik bij Spek. Hoe was die samenwerking met Spek? En met Spek was, ja, ze gingen eerst kijken van, hey, hoe is deze gast? Weet je toch, straks tekenen we naar deze man, misschien is hij lab, misschien is hij, weet je toch? Ja. Shit offfokken voor ons of zo, dus ik ging eerst meedraaien met hen. Toen zagen ze van, je hebt gewoon tjalle gast. Dat was wel een leuke periode, tenminste zo zag het er wel uit. Ja, natuurlijk, man. Tuurlijk. Ik heb alles geleerd bij Spek, man. Ik heb qua optredens, qua shows, je rustig houden, want die tijd was ik para. Dus als iemand iets gooide of zo, ja, vriend. Ik ben 1 maand, 2 maanden interesseert me geen reet, gaat. Dus op jou kunnen ze geen biertjes gooien? Nee, man. Ik weet nog een keer, ik heb een keer ooit in Breda opgetreden, dat iemand glas gooit. Ik had snelle reflex. Ja, man, bro, die mag gewoon het glas. Dus ik zei, ja, die gaat, de deuren gaan dicht, niemand gaat naar buiten. Ik zweer het, de deuren gaan dicht, niemand gaat naar buiten. Ja, toen heb ik die gozer gepakt. Dat is wel sick. Precies dat, bro. Maar je bent in die tijd van Spek, ben je naar mijn gevoel zeg maar, wel anders muziek gaan maken? Was het iets minder straat, iets liever? Ja, nee, ja, tuurlijk. Want ik was, toen ik bij Spek was, was ik volop in shows en zo. Dus ik kwam ook in de zeventig, ik was er klaar mee hier. Je was hier weg, zeg maar. Ja. Dat is ook wel goed, toch, eigenlijk? Positief. Ja, zeker, man. Zeker, man. Zeker. Ik dacht, mijn ouders waren trots, alles. Want ja, je bent jong, dit en dat, op stadion schaat. Ik was 21. 21, ja. Dat was sick, man. 21, ja. Ik ben nu 31, dus precies. Volgens mij, ik werd net 21. Sinds ik heb schaat, nu is 11 jaar. En je kent Ali dan ook al een hele lange tijd, hè? Ja, ik ken ook al een lange tijd. Heeft hij jou veel bijgeleerd? Ja. Maar ik heb het meeste gewoon van management geleerd, man. Ja? Ja. Als in het zakelijk of gewoon als het artiest zijn? Gewoon artiest zijn, bro. Gewoon echt artiest zijn, je weet toch? Dus als je na optreden, je weet toch, ook qua
je leert gewoon van, kom mensen meenemen die dingen voor je opfokken. Dat is jouw brood, bro. Ja, toch? Ja. Yeah. Zo, wie neemt mensen mee die dingen gaan nakken daar of iets. Ja, broer. Ja. Je wordt niet meer daar geboekt. Die zegt tegen die, die zegt tegen die, die zegt tegen die. Ja. Oh, heb je nu al 50 shows minder? Ja, zo geld. Ja. Ja. Was het moeilijk om die knop om te zetten van een soort van straat gozer naar artiest? Nee, man, nee. Je bent nog 70, je bent straat, dat zeg. Ja. Dus dat gaat nooit recht, bro. Mm. Dat gaat nooit tellen. Je wordt gewoon rustig nu. Ja. Ik krijg nu kind. Ja. Ik heb een huis gekocht, ik heb twee hondjes. Ja. Huisje, bompje, beestje. Ja. Ja, precies dat, bro. Ja, rustig. Het is wel fijn, hè, toch? Ja, het is relaxed, man. Ja? Ja, is relaxed. Dat is wel goed. Maar, oké, je zat dan bij Spek. Ja. En toen ging je een tijdje... was het gelijk daarna dat je bij Topnotch kwam? Of? Nee, ik heb een tijdje bij Spek. Ik heb een tijdje bij Spek gezeten. En toen daarna was ik naar Topnotch gegaan. Ja, toen heb ik daar heb ik mijn eerste album gemaakt met Topnotch, zeg maar. Ja, waarom niet bij Spek? Omdat veel artiesten waar ik mee werkte, die zaten al bij Topnotch. Zo. Ja. Spek was druk, ja. Veel artiesten. Ja, zaten veel artiesten destijds. Yes, R, Daryl, Rayon, volgens mij ook nog. Rayon ook, ja. Oh ja, klopt. Ja. Dus, ja. Ja, ja. Dat was wel een aantal artiesten. Een gekke tijd, hoor. Ja, ja, ja. Dat was druk bezig, ja. Dat. Maar als jij, als je de tijd zeg maar, zou kunnen terugdraaien, als weer die 21-jarige gast, zijn er dingen die jij misschien anders zou doen, of misschien ook op zakelijk gebied dat je dingen anders zou aanpakken? Ja en nee. Ja en nee? Ja. Want wat wel dan bijvoorbeeld? Stel je voor, als ik dingen anders had gedaan, misschien zat ik niet eens op die interview hier al. Ja. Ja, dat is waar, als je over dat wil praten, dan ga je dan. Qua universe shit, ja. Dat weet je, heb je het gevoel dat je misschien geld bent misgelopen vroeger? Als in, ja, je bent net nieuw in de game, misschien sommige percentages snap je niet, sommige dingen, contracten snap je niet, of wat dan ook. Ja, ik snap die shit sowieso niet, grap. Ja. Dus, misschien had ik me wel beter in kunnen verdiepen of zo, dat wel. Ja. Maar ik bedoel, nu ook dingen zijn anders nu ook, ja, toch? Ik bedoel, je hebt nu geen label nodig om bekend te zijn of iets, hè, toch? Internet is een hele platform. Ja, ja precies. Ik nee, toch, je maakt je eigen procenten, bro. Nu. Dat is wel zo. Nee, toch, als je gewoon een beetje je kopje gebruikt. In die tijd toen ik bij Ali werkte, ja, ik snabbelde hier, ik snabbelde daar. Dus ik keek niet echt om naar die showgeld en zo. Ik had het gewoon op het pas. Ja, ik had eindelijk pinpas. Dat eigenlijk een beetje. Ik had sowieso wel chance. Je had een hele, hoe zeg je dat misschien, een entertainment manier van rappen. Ja, uniek. Ja, best wel uniek. Uniek, want ik denk dat er maar één Sjaak is, zeg maar. Ja, dat is wel Sjaak. Ja, trouwens, nu we toch erover praten. Jij gooit die keer een laatste verse van Sjaak. Ja, dat jij kan de auto kan hem goed nadoen, man. Nee, ik kan je niet nadoen. Er was eentje van... Mr. Sjaak, rol je op in een Clyde. Je schreeuwt als een bitch. Fucking bitch, mate. Lul, dat is dubbel op, Ik zat te kijken van even welke rokken. Dubbel op. Lul, een gekke boeken, man. Ja, man. Maar jullie dat zeggen, ik zat laatst denken van, ik moet weet je, weer die oude poepers in die shows gaan gooien, man. Ja. Yeah. Sowieso, man. Dat is heel gek, zeg. Dat is één ding ook. Altijd wanneer ik een show heb. Natuurlijk, mensen vinden die nieuwe nummers leuk als wel een paar feesten, maar... Die oude. Blijven toch die oude dingen vinden ze hoog. Ik denk dat je nog steeds een hele show zou kunnen rocken met alleen je oude nummers. En dat mensen gewoon los zouden gaan. En misschien een paar van strijdersystemen. Ik was laatst aan het denken van, ik moet met die DJ even mee gaan zitten, maar echt gewoon even van oud naar nieuw of zo, ja, ik zou iets gaan maken. Maar hoe kom je zeg maar op die teksten? Je hebt heel veel van die gekke woorden, heel bro, veel van die... Ja, bro, ja, bro, ja. Het is verschillend. Net als je hangt op plein met de boys en zo, je weet, dat soort shit allemaal. Hè. Je krijgt weer eigen slang. Ja, zeg maar. Eigen slang, dat gooi je weer erin, je weet, dat soort dingen allemaal. Maar hadden meer mensen in je buurt ook diezelfde slang? Ja. Ja, zbinders, dat soort dingen. Dan draai je een kleine zbinder. Dus je hebt een jonko, een normale, je draait een jonko en draai je een zbinder. Zo'n kleine survival jonko. Je weet het toch? En dan draai je een jonko. Ik heb nog een kleine zbinder. Ik heb gewoon een klein voorbeeld, jonko. Zbinder, je weet het. Dan draai je zbinder alleen. Dat is wel gek, man. Maar zou je ooit met een diepe tekst komen? Nee. Gewoon realiteit. Ja. Nee, dat is echt genoeg, bro. Dat is de realiteit, dat is heel gek. Maar nog, heb je nog nooit... Ik ben niet zo... Maar je hebt nog nooit een tekst geschreven gewoon waar je echt je emotie in hebt gelegd? Dat is die ding. Ik ben best wel hard van binnen, man, bro. Vrienden zeggen altijd, je bent zo hard, je bent zo hard. Ik kan er niks aan doen, man. Maar je is ook wel je opgeroepen op de streets, broer. Ja, ik was de jongste, ook op plein. Maar heb jij een emotionele kant? Heb jij een zachte kant? Ja, tuurlijk, natuurlijk. Gewoon wel relaxed. Ja. Hoeveel kinderen heb je nu? Of moeten nog eerst geboren worden? Eerst moeten geboren worden, ja. Oké. Okay. Wanneer? Januari. Oh, dope. Ja, dat is bijna. Ja, is bijna. Ben je erop voorbereid? Ja, ja. Ja? Ja, man. Weet je al wat je krijgt? Meisje. Dope, man. Ik vind het leuk om... Want je gaat ook, maar dat is, net als je jong bent, weet je toch, een oudere gast zeggen...
Ga je dingen uitleggen van, hé broer, papa, weet je, later als je ouder bent, dit en dat. Maar ga je het dan. Ga weg, man. Ja. Ga land met rust of zo, hè. Nog even een jaar zelf ouder bent. En denk ik, ja, man. Tja, die Thea is al gewoon gelijk. En dan, wanneer ik met jongeren praat of ze vragen me dingen, leg ik ze uit, zo, papa. Maar zou je bijvoorbeeld ooit een track maken voor je dochter? Nou, man. Dat is die emo-ding wat ik heb. Dat heb ik niet, bro. Je weet, ik heb best wel een dochter. Wat voor poekel of zo. Dan ga naar school, je moeder, dat is een vogel. Dat soort shit. Dat is een ding van vrouw. Dat is niet eenmaal ding wat ik niet heb, man. Dus ik op de street, zo gezellig gaat. Of ik kan, maar stel voor maak je een grappige tekst, weet ik veel. Dat... Maar je beste mat die is overleden. Je weet dat die emotie zit in. Je wilt gelijk. Die eenmaal, dan is die eenmaal misschien vier zinnen of zo, pap. Je hebt gerust in peace, bro. Love, fresca. Dat soort shit. Ja, bro. Ik ga niet de hele. Ja, ik heb dat niet, man, bro. Maar wij hebben wel wat emotionele teksten geschreven. Ja, dat is juist, ja. Ja, maar iedereen is een ding, bro. Iedereen is een shit, bro. Maar zij voor iemand patatje ervoor? Zou je dat, ik zou er geld voor over hebben. Kijk, nu praat je anders. Maar ik ga er wel moeite mee krijgen. Ik ga misschien iemand moeten inhuren van die chance. Je gooit echt een bimbia erin. Ja, toch. Sowieso maar een bimbia. Oké, maar dus hoeveel moet iemand neerleggen voor een emotionele tekst van Sjaak? Want ik ga gewoon een fundraise opzetten. Ja. Hoeveel moeten we... Ja, maar fundraise heeft geen bedrag aan zijn. Fundraise kan gewoon tot de bouw gaan. Ja, ja. Oké, maar geef me even een bedrag. Nee, kijk veel, man. Voor, zou je voor een kop? Voor een kop. Kleine kop. Snel. Snel, emo. Gewoon, nou, kleine kop. Snel 16. Nou, weet je wel, want die pokoe blijft gewoon voor live op internet. Ja, emotionele 16. Je weet, dus moet je ook voor live money krijgen voor die gewoon. Ja, dat. Oké, hey, even... even iets heel snel, hè. Heb je echt iemand ooit opgerold in een kleed? Nee. Wat maar die tijd? Rol je op in een kleed? Als ik alles in staat toe heb ik rol je kankermoeder in een kleed. Grijp je moeder op. Ja. Maar, oké. Hey, maar je springt hier en daar springt op een track, af en toe. Tenminste, wanneer is de laatste keer dat je eigenlijk een track hebt uitgebracht? Hoeft niet eens solo, gewoon een featuring of zo. Wanneer was de laatste keer? Bobbel. Dat is een Bobbel. Met de Jay. Keizer en. Nee, niet Bobbel. Je staat daar als een Bobbel. Bobbel. Met Keizer en Daryl. Violators. Ah, hoe lang is dat geleden? Ik denk misschien een jaartje of zo. Dat was al lang geleden. Geen jaartje. Maar zeg maar, tot in hoeverre speelt muziek zeg maar echt een rol in jouw leven? Ben je er echt nog steeds even mee bezig als ja, vroeger? Ja, nee. Of minder? Nee. Wow. Is de liefde er nog steeds? Nee, omdat ik zit nu Deventer, ja, toch? En omdat ik hier in Amsterdam zat, ik had altijd wel studie, ik kwam overal wat terecht. Ja, toch? Heb je daar een studio of niet? Nee. Hoe ben je helemaal naar Deventer toe gegaan? Ja, vrouwtje komt vandaan, man. Ja, toch? En dan, dat is die keuze die ik heb gemaakt. Zij wou eerst hier komen. Ik heb echt huizen gezocht, alles maar. Niet gewoon wat gewoon Charles is. Hmm. Ja, toen heb ik gezegd, weet je wat, ik kom wel naar daar en dan zien we wel verder. Ja, toch? Zo. Ook geteld al? Nee, maar... Maar dat zou het toch? Ja, toch, ja. Als je een kind hebt. Tuurlijk, hetzelfde heb ik ook. Dat sowieso wel. Nee, maar ik wil eigenlijk naar een bruggetje, ik wil naar een bruggetje gaan, misschien een keertje een mooie track voor je vrouw ook en zo. Oh! Nee, maar... Ja, nee, ook niet. Okay. Maar vrouw is zelf wel, waarom maak ik nooit een dubbel over leuke meisjes? Ja, maar ik bitch. Het lijkt me moeilijk om met jou te wonen, man, bro. Ik zeg eerlijk. Ja, maar heb je romantische momenten met je vrouw? Nee, dat zegt ze. Gisteren hoor ik nog. Ik doe even romantisch. Ik ben geen romantisch. Bioscoop of zo samen. Ja, tuurlijk. Ja, maar je laat haar betalen dan? Sowieso. Sowieso, dat is romantisch toch? Ja. Ja. Zijn er nog ambities naast muziek? Wil je nog graag een keer wat anders doen? Film of zo? Ik heb al veel deel gedaan, man. Ik heb De President gedaan. Oké. Okay. Dat is een Nederlandse film. Ik heb casting gedaan voor een andere film, een oorlogsfilm. Ja. In Syrië en zo. Maar dus, ja, acteren vind je wel leuk? Ja, vind ik wel leuk. Je moet gewoon alles proberen, man. Ja. Als je toch in het wereldje zit, ja, heb je nee, kan je krijgen. Zou je ooit vloggen? Hij vroeg het al toen net, ja. Maar ik luister, voor alle vloggers, ik vlog daar voor jullie allemaal. Maar af was deze eitje bakken met Sjaak dit dag. Ja, klopt. Klopt. Shapes, nigga. Dat maakt niet uit. Maar nu dit zeg, je kookt wel veel bij dingen, zeg maar. Weet toch, ik zie hier en daar filmpjes koken met Sjaak dit dat. Doe je dat dan wel thuis koken? Dat is het idee, ja, man. Dus dat is jouw romantische kant? Nee, Sjaak kan niet koken, gaan. Dat is één drama, gaan. Serieus, bro.
Ik zeg, ga alsjeblieft uit die fucking keuken, man. Als hij dit zit, gaat hij zeggen, fuck that shit, dan kan je koken gaan. Dus ja, dan ga ik koken. En plus, weet je, ik vind het leuk. Om te koken? Ik heb op zo'n kookschool gezeten. Bij een Nederlandse gracht. Ja, hier in Amsterdam ook. Ja, ik moest wat doen, gaan. Ja. Dus weet je, of je hoort elke dag thuis, ga naar school, zwerven, ga paap, paap. Ga iets doen met je leven, je moeder. Je weet toch, niet qua geen geld hebben of zo. Ga wat doen, bro. Ga werken, ga iets doen. Dat. En toen kwam die muziek. Dus die muziek was net als je rij bij z'n alles. Die gezaak heb ik niet meer. Dus daarom ging ik ook volop in die muziek. Tuurlijk. En die tijd, ik bracht wiet naar coffeeshops en zo. Dus ik dacht, qua chance, ik zat gewoon goed. Ja, toch? Hey, Anu. Je bent er ook, sorry. Ja. We verdelen meestal. Hallo, ik ben er ook. We verdelen meestal die dagen en zo. Jeetje toch? All good, man. Hey, maar jij bent ook al heel lang bezig. Ik ken jou ook al echt heel lang. Ik ken volgens mij nog van die websites, die Marokkaanse websites met al die Marokkaanse rappers stonden erop. En stond jij er ook? Ja, ja, klopt. Ja, jij ja, ook? Ja, ja, klopt. Ik ook, ik was niet eens mokro. Ik zat erop. Maar de eerste keer dat ik jou ontmoet, dacht ik ook dat jij mokro was. Ja, ja. In Rotterdam. Ja, iedereen denkt dat. Ja, iedereen denkt dat. Maar, wat is voor jou muziek? Wat is voor jou de bedoeling met muziek? Mensen inspireren, man. Ja? En mensen ook gewoon, ja man. Inspireren vooral, man. Ik vind het misschien disrespectvol om te zeggen, maar wil je zeg maar echt een muziekcarrière gaan hebben? Niet dat je het niet hebt, maar zeg maar wil je een soort van echt leven van muziek en gewoon alleen maar muziek doen? Is dat jouw doel dan ook? Ja, in ieder geval. En tot hoever is dat zeg maar gelukt tot nu toe? Kijk, ik ben een hele, hoe noem je dat? Ik ben niet heel hebberig. Je weet toch? Ja. Kijk, je hebt mensen die echt hun alles geven ervoor, weet je. Kijk, ik heb gewoon mijn boodschap die ik wil... Dat is even money, iemand kan van money. Ik wil gewoon mijn boodschap overbrengen gewoon. En wat het dan ook is, als het op street shit is of leven, weet je. Voor mij het gewoon hetzelfde, man. Maar om terug te komen op je vraag... tuurlijk wil ik het, maar... Heb je ook het gevoel, zeg maar, dat het lukt? Dat je daar komt waar je wilt zijn? Ja, ik ben wel tevreden over de aandacht die ik krijg, de reacties die ik krijg. Van je fans? De loyaliteit van mijn fans. Hij doet het goed, toch? Maar stap voor stap. Je komt er niet in één keer, hè? Maar je hebt ook bijvoorbeeld tijden gehad dat je gewoon niks, dat je niks dropte. Ja, niks dropte. Maar het was ook zelfs een tijd dat je gewoon liedjes van je YouTube en zo... Gewoon, weghaalde, man. Ja, man. Je was het zat of zo? Waarom? Niet zat. Sommige liedjes heb ik gemaakt met mensen die zich liever niet meer als rapper... wat laten zien. Sommige liedjes heb ik te snel opgenomen omdat ik het gewoon independent doe. En sommige liedjes, ik wil gewoon... Soms ben ik ook gewoon een beetje te hard voor mezelf. Gewoon. Ik hou van muziek, weet je. Kijk, ik ben er niet gierig om voor alles wat erbij komt kijken. Maar muziek zelf, daar ben ik wel echt... ik ben er gewoon heel beschermend over, man. Dus soms ben ik gewoon... Maar dan moet iets een reden iets te emotioneel voor het moment, zeg maar. Weet je, dat het uitkomt. Maar vond je dan die focus wel niet goed genoeg of zo? Ja, wel, zeker wel, zeker wel. Ik vind alles wat ik heb gedaan zelf, vind ik gewoon ten eerste eerlijk. Ja. En als het voor mij eerlijk is, dan ben ik al tevreden, man. Dus. Maar waarom dan verwijderen? Dat is toch zonde? Al dat werk wat je erin stopt en dan bam, weg. Ja, maar verwijderen is gewoon op YouTube. Dat is niet... op andere platformen, dat is gewoon op YouTube. Voor de rest hebben de fans die je moeten horen. Nogmaals, ik ben niet zo hebberig, weet je. Nee. Soms drop ik dingen en dan haal ik het expres weg, je weet toch? Dus het is niet altijd van, soms is het ook gewoon een move gewoon van, je weet toch? Tactisch gewoon. Tactisch, omdat ik ben een independent artiest. Als ik de aandacht wil krijgen, moet ik hem op een of andere manier krijgen. Ja. Dus, by any means. Dus. Ja. Maar je begon natuurlijk ook met muziek maken in de tijd dat... Ja, views nog best wel schaar. Tegenwoordig gaat het hard met views. Maar jij pakte best wel views voor jouw tijd. Want dat is echt gewoon belachelijk. Die pokken van Baas, die kapot gedraaid in elke wijk volgens mij. En die ook wel boven. Destijds al 5-6 ton. Was echt heftig als je dat had. Ja, maar ook dat deed ik niet alleen. Kijk, ik was misschien de performer in dat liedje. Maar ik was met mijn homies die ook muziek maakten. Dat was ook zo'n producer, hoor. Die Mo volgens mij. MB. Is hij nog erg bezig met muziek? Binnenkort weer. Ja? Binnenkort komt hij weer. Jullie waren soort van een beetje een duo-achtig iets, toch? Dat was echt dope. Maar dat is dus dat ding. Kijk, je hebt een artiest die werkt met de producer. De producer neemt voor hem op. Hij gaat het voor je mixen. Ik ga je wat vertellen. Ik heb mijn laatste track, Marokko Gang.
heb ik opgenomen. Hoe heb ik hem opgenomen? Ik had geen telefoon. Ik heb die laptop, ik heb precies zo'n laptop. Ik heb hem in mijn hand gehouden en ik ben gaan staan en ik heb die tekst gelezen vanaf mijn laptop, zo vastgehouden. Dus dat geeft al aan van, ik ben echt een independent artiest. Ja, toch? Ik doe echt alles zelf. Ik druk zelf op dat knopje. Ik ga zelf achter die microfoon staan. Mm. Ik mix die shit zelf. Ik equalize die shit zelf. En ik drop het een half uur later op YouTube. Nee, precies. Snap wat ik bedoel? Dus dat is gewoon een beetje de werkwijze waar ik nu in zit. Vind je het fijn om zeg maar independent te werken? Of is het, moet geen... wel, het moet wel. Het moet maar wel. Is er geen aanbod zeg maar, vanuit de andere kant? Jawel, zeker wel. Zeker ja? wel. Maar ik Want Ismo doet het ook... Alleen, en zeker, ja, dat is ook een goed gewoon, voorbeeld prima, van... Prima, er is nooit doen. De reden om het niet alleen te doen. Zeg. Ja. Nee, ik heb gewoon heel veel... Ik ben gewoon ook heel kwetsbaar, weet je? Mm. Ik heb heel vaak meegemaakt in de muziek, zeg maar, dat het gewoon niet altijd ging zoals het gepland was, zeg maar, een soort van... Dus, zoals bijvoorbeeld? Ja, gewoon vaste beloftes. Van bepaalde mensen? Ja, niet eens om die mensen nu, zeg maar, een beetje onder... Maar meer om van, weet je, je verwacht er meer van. Hmm. Uiteindelijk, weet je, ik had ook een tijd geen studio, dus daar ging ik van, waar kan ik opnemen? Kan ik bij jou opnemen? Ik pay je, nee, ik kan niet. Papa, huppel de pub. Op een gegeven moment, ja, dan ga je zelf in de dijk, man. Dan ga je je eigen microfoon, dan ga je je eigen clipmaker bellen. Ga je het zelf doen. Dat is een beetje vanuit de dat mensen je, ik wil niet zeggen niet gunnen, of dat je misschien een beetje... Ja, zo zet ik het neer omdat ik een independent artiest ben. Ik moet wel strijdend in deze muziekwereld bewegen, ja. Weet je? Kijk, ik heb mijn liefdestracks en ik heb gewoon mijn straattracks. Maar ja, als je mannetje wil staan, moet je wel gewoon soms een beetje je gevoel aan de kant zetten. Maar hoe lang denk je dat je dit zeg maar gaat volhouden, zeg maar helemaal alleen? Want het is veel werk. Maar ja. In principe moet je dan alles alleen doen en je muziek maken, misschien ook het zakelijke gedeelte, Spotify, noem maar op. Het is heel veel werk. Veel mensen die geven het dan uit handen. Dat is, ik geef het ook uit handen. Ja, man. Dat is echt ook heel veel werk. Het is veel hoop. Maar wat hij nu zegt, voor nu, dit is gewoon voor, weet je, dat is de bijzaak altijd. Mm. Als het gaat, dan gaat het. En dan heb je een iemand zoals hem, hij doet het ook heel lang. En je moet ook gewoon een goede management dan hebben die achter je staat. Zo, een paar, die dingen gewoon goed voor je doen. Ja. Weet maar... Kijk, bij mij... ik kom erachter, geen Buma's ingeschreven. Niks, bro. Ja. Ja, dat soort shit allemaal. Maar zou je er wel open voor staan om ooit ergens te tekenen als een deal goed is? Ja? Jawel man. En ik heb ook, dat wil niet zeggen dat ik nooit heb samengewerkt met artiesten bijvoorbeeld, weet je. Ik heb bijvoorbeeld Chaki, weet je, hij nam me een keer mee naar de studio, ik was toen 14, 15, hebben we wat opgenomen, weet je. Puur voor de ervaring, je weet toch, ik heb ook met Appa, heeft hij me ook gewoon heel vaak meegenomen naar de studio. Je zat ook op zijn plaat, toch? Ja, zeker. Dat was voor mij al genoeg, man. Yeah. Ik was op de pokkel met deze man, je weet toch? Yeah. G komt van de street, je weet toch? Shit. Yeah. Mensen doen dingen, mensen rappen en dan stoppen ze met die shit, je weet toch? Ze stoppen met die shit, for real. Je weet toch? Ze komen nooit meer terug op die shit. Ze gaan trouwen. Hoeveel voorbeelden, man, bro? Yeah, je weet toch? Hoeveel voorbeelden, man? Je weet toch? Ik ben iemand gewoon, ik hou gewoon van muziek, je weet toch? Het is net alsof iemand je aantikt, je weet toch? Als iemand jou 10 minuten aantikt, oké. Als iemand jou een uur, op een gegeven moment ga je niet meer voelen, je weet toch? Je bent al gewend, dus daarom zeg ik ook van, alles wendt, je weet toch? Ook mijn independent positie op dit moment, dus. Yeah. En er zal heus wel een verandering komen, maar... Weet je, wat je leuk is, als je optreedt, mensen doen shit mee, dan staat er niet voor. En dan ga je ook, ik heb ook heel vaak zo druk gehad, dat ik denk van, hey, fuck deze hele rap shit, man. Ja? Dat je zo druk hebt, dat je bent, ik alweer nu als hij, man. Ja. Dat je weinig slaap of zo, maar het is echt volle, ja, toch? Maar uiteindelijk is het toch weer leuk. Het is toch wel leuk, je weet dan in de fabriek werken. Eigenlijk wel leuk, ja. wat voor fuck, het is leuk. Maar in ieder geval, dit jaar was je heel erg actief. Ik bedoel, die energie bij 101 Boys was veel energie. Ja, dat moet je wel gezien. Kijk, maar kijk, dat doe ik dus voor mijn vrienden die zijn gestopt in die shit. Dat doe ik voor de streets, dat doe ik voor mijn homie die vast zit. Dat doe ik gewoon voor al onze dingen die wij voor ogen zagen. Weet je, dat doe ik meer uit emotie, man. Een van de meest energieke 101's die ik ooit heb gezien, man. Nou, kijk, energie, ja, het is belachelijk. Het was echt super serie mode on a next level. Maar er zijn dus zeg maar een paar dingen. Het eerste hoorde ik
MLB dit, MLB dat. Volgens mij bij Gay, was dat een uitgang naar ons? Nooit, man. Hell nah. Nee, man. Tuurlijk niet. Nee, maar zeg maar, de zin daarna zei je van, speel geen mokro als je nigger bent. Hm. Heb je zeg maar het gevoel dat dat heel erg speelt in de scene? We moeten ergens vandaan komen. Ah, waar kan ik beginnen, man? Kijk, ten eerste wil ik zeggen, ik ben half Marokkaans, half Surinaams. Ja. Wie, moeder, vader? Mijn moeder is Marokkaans. Okay. En mijn vader is Surinaams, bekeerd moslim. Dus, ik voelde mij op dat moment rechthebbend om zoiets te zeggen. Ja? Ja. Want ja, kijk, we kunnen hoog en laag springen, maar we weten waarschijnlijk wel waar het een klein beetje over gaat. Want je zei ook dan ook welke Summer 16. Ik neem aan dat je dan een beetje richting 7 ging, of ben ik verkeerd? Ik ken die persoon niet, man. Oké, nou, we hoeven geen namen te noemen. Maar anders kunnen we weer, hè? Nee, maar ik wil het er wel gewoon even over hebben. Omdat ik denk van, ja, kijk, je moet, zeg maar, die woede die komt ergens vandaan, weet je? Mm-hmm. Dus blijkbaar vond jij het gewoon hartstikke kut dat iemand soort van met jouw cultuur... Niet hartstikke kut. Alleen het is meer zo van... Hoe vaak zeggen rappers wel niet... Hey, fuck die rappers. Of hey, je loopt achter de chick aan. Of hey, fucker, je bent met die chick in bed en je loopt achter wijven aan te gaan en je bent niet op je money en huppel de pup. Mag ik ook een keer wat zeggen? Gewoon één keer van mijn leven, je weet toch? Zo voelde ik mij op dat moment, je weet toch? Ik bedoel, rap is gebaseerd op deze shit, je weet toch? Competitie, je weet toch? Ja. En als iemand anders denkt dat hij gelijk heeft, ik hou van de waarheid, je weet toch? Mocht iemand zich beledigd voelen, is ook niet van, hey, stop met je pokoe is gaar. Of stop met die shit, of ik haat je ass. Of nee, ga door met je pokoe. Je doet het waarschijnlijk goed, doe je ding, je pokoes zijn hard. Het heeft wel impact gehad. Als in, om terug te komen op mijn punt. Dat is wat ik doe. Ik probeer mensen te inspireren met mijn muziek. Je weet toch, iets om over na te denken, om ze te voelen ook. Je weet toch, damn, dit is de street, je weet toch. Ja. Dit is gewoon eventjes om gewoon eventjes naar de kern. Je moet je even laten horen. Even mijn kern, je weet toch. Ook om even te laten zien van ik ben half Marokkaans als Surinaams. Ik ben apart in deze shit, je weet toch. Ja. Als ik iemand zou, laten we zeggen dissen. Ik weet niet of het per se een diss was, maar zeg maar, het ging richting op van een diss, zeg maar. Het was gericht op iemand waarvan we de naam waarschijnlijk niet gaan noemen, omdat jij hem niet kent. En anders hebben wij het weer gestart. Maar los daarvan. Het gaat meer om, zeg maar, heb je vanuit zijn hoek respons gekregen? Heb je iets gehoord of dat je denkt van, nou, oké, dat is waar ik op hoopte? Ik weet niet of je wie het hebt, man. Nou, ik zou eigenlijk niet weten wat ik er verder aan zou moeten toevoegen. Nou, wat ik wil vragen. Ja. Zoals die sessie. Heb je wel eens iemand zo geschild? Gewoon die energie, man. Zo geschild? Ja, man. Want ik denk dat iemand wel terugdijst, man. Wel. Ja, maar niet zo lang. Niet zo lang, man. Hoe lang bleef die woede, zeg maar, na die sessie nog in je? Zeg maar? Gewoon, je loopt nog steeds op straat. Het is voor mij snel afgelopen, man. Ja? Ja, man. Maar je ziet er ook echt als een hele rustige jongen. Dat zeg ik. Ik kom ook in die sessie, als je goed terugziet. Ik kom gewoon rustig in mijn sessie. Ik drink mijn water zoals nu. En op een gegeven moment komt die shit. Je weet toch, ik praat gewoon tegen mezelf. Je hoort ook, als je heel goed luistert, zeg ik tegen mezelf, kom op. Je weet toch, dat is gewoon meer van, hey, shit. Denk goed terug, je weet toch. Dus zodoende, maar... Dus in principe zou nu ook elk moment kunnen gebeuren dat je opeens gek wordt. Ja, maar nu moet ik niet rappen, je weet toch? Nu ben ik van elkaar, man. Je weet het zelf, man. Ik ga ook even gelijk een andere naam noemen. Het kan ook zijn dat je die persoon niet kent. Uh-huh. Zou zomaar kunnen. IJstijd. Ja. Heb je daar ook wat tegen of mee? No, man. Want er was ook zo wat iets gaande op internet. Nee, IJstijd, man. IJstijd moet gewoon bezighouden met zijn muziek, vind ik. Ja. En hij moet zich niet zoveel bemoeien met dingen die hem niet aangaan. Zoals mijn sessie, zoals mijn track, zoals alles wat ik doe, heeft hij wat op te zeggen met zijn ass. Op die fucking Twitter, je weet toch? Ja. En denk ik van, waarom doe je dat, G? Doe normaal, man. Maar ja, kijk, dat is zijn stijl. Ja. Ik ga me ook verder niet bezig mee houden met die man, je weet toch? ParaTV, pak die shit op. Dat is dus onnodige shit. Maar is er ook een bepaalde... Hij moet gewoon doorgaan met zijn pokus, je weet toch? Voor de rest, ga leven, man, je weet toch? Maar heeft hij ooit een keer, zeg maar, wanneer is dat dan soort van begonnen of zo, die hele ruzie? Mag ik een ruzie noemen? IJstijd had na mijn sessie, had hij, dus dit vind ik grappig. Hij had love voor mijn sessie en achteraf had hij weer zoiets van, ik heb geen love voor je sessie. Dus iedereen zijn mening, ik vind, fuck IJstijd, maar doe je ding, je weet toch? Want het is negatieve energie die je gooit, IJstijd, je weet toch? Maar vind je het wel een beetje leuk, zeg maar, die beef shit in hip-hop? Bro, dat is hip-hop. Je houdt wel van een beetje competitie, tuurlijk, volgens mij, toch? Tuurlijk, sowieso, man. Sowieso.
ga gelukkig zijn. Ga je wifi neuken, ga iets doen, je weet toch. Toch, bro? Je weet zelf, man. Het is gewoon een mening, man. Dat is de meisje, man. Heb je ooit een diss track gemaakt? Met een sneak diss of zo. Bro, die buurt is van zo'n gast uit Nasser Deen, volgens mij. Die man, hij kreeg leiding over avond. Het waren een paar dagen in het buurthuis en dat was een avond, maar je weet zelf, het was 5 uur s'nachts. Maar die man was fijn, hij zei, hey, wil je opnemen? Alleen maar dissen. Jullie mogen alleen disboeken zo. Dat was die tijd er. Ja, wie man, Brain Power heb ik ooit weer gedist. Samiro. Dat soort shit, die tijd was de box toch? Oh ja. Ken jij dat nog? Ja, tuurlijk, de box. THC en zo kwam daar nog op. Ja, dikke tijden. Ja, die tijd, ja, dat. Ik hoor het, maar dat was echt gewoon gedwongen als hij. Gedwongen, ja, je weet toch, je wil gewoon opnemen. Ja, dat is goed. Gaan we ja, iemand tegen Charles, ja, toch? Maar dat is echt stemmingsvorm. Hey, Anu. Yo. Je bent, we hebben vaak gehoord in je training zo Geuzeveld. Mm-hmm. Ben je daar opgegroeid? Ja, man. Hoe was het voor jou om daar op te groeien? Ja, man, dit is fucking. Maar ik zeg eerlijk, ik heb Geuzeveld zeg maar gegoogeld, gewoon Geuzeveld. Mm. En ik ging mijn nieuws kijken en toen zag ik zag moord, ik zag plofkraak. Straatroof. Ik dacht, ja, ik denk ook, het is niet fijn om daar te zijn ofzo. Nee, man. Maar gelukkig heb ik heb een hele goede mattie van mij. Hij zit nu toevallig op vakantie. En niet een leuke vakantie. Ja. Maar hij heeft me altijd weggehouden bij die shit, je weet hè? Hij heeft me altijd weggehouden bij die shit. Al zag ik cash. Begrijp je? Hij zegt me altijd van G. Af en toe heb ik zelf momenten van, hey G, join me, ja. laat me meegaan, G. Je weet toch? Hij heeft me altijd gezegd, ga gewoon je muziek maken, G. I got you, man. Je weet toch? Dus dat is gewoon de homie. En voor de rest ga ik niet heel veel met mensen om, man. Ja. Want er is één specifieke mattie die je echt represent in heel veel tracks en zo. Hè? En die zit ook best wel een lange tijd vast. Was dat gewoon je beste mattie of zo? Ja, man. Is mijn beste mattie, man. Ik heb hem elke avond gewoon aan de telefoon, man. Dat is wel dope, man. Jawel, man. Ja, ik wil niet te diep in zijn zaak gaan of waarom hij vast en zo zit, maar is het, zeg maar, vind je het kut dat hij... Ik vind het sowieso kut, man. Ik mis mijn homie, man. Hij zal hier zijn, je weet toch? Ja? Hij zal gewoon hier zijn. Hij zal voor de deur misschien chillen of hij zal hier met ons binnen. Hij zal gewoon hier chillen. Ja, ja man. Homie, hoe lang heb je hem al niet bezoek, ik doe om de 2 weken bezoek. Kijk, zijn vrouwtje gaat ook op bezoek. Soms is het 3 weken, weet je, dus... Ja. Maar is dat toch om te zien, want ik zie het vaak ook in veel buurten dat als mensen vast komen zitten, mensen checken niet meer. En zo. No man. Maar kijk, we hebben ook niet zo'n band van, hey, breng Assi voor me of breng dit. Hij is nu ook gelukkig gestopt met roken, maar als dat het geval zijn, zou ik gewoon voor hem brengen. Maar waar het om gaat meer van de vriendschap. Als de vriendschap er is, dan maakt het niet uit waar je bent. De vriendschap blijft er voor, toch? Maar kijk, je bent nu artiest, je bent bezig met alleen maar positieve dingen, maar tot in hoeverre krijg jij zeg maar nog mee van de criminaliteit uit Geuzeveld? Als ik mijn telefoon een week aanlaat, kan ik gewoon een gekke week meemaken. Je weet toch? Ja, man. Dus daarom is mijn telefoon altijd op vliegtuigmodus. WhatsApp gewoon, je weet toch? Ja. Want ja, dan krijg je de chilling. Kom mee. Weet je, kom mee. Is die verleiding er soms? Nee, man, die verleiding is er totaal niet. Vooral niet op dit moment. Vooral op dit moment ben ik gewoon muziek aan het maken. Ik wil het gewoon positief houden en ik wil gewoon naar een andere level gewoon, in het leven zelf, weet je? Ja. Kijk, ik ben nu 24 jaar, ik probeer gewoon voor mezelf goed uit te stippelen waar ik heen wil in de toekomst. Ja. En het is totaal niet de straat, want ik heb gezien hoe het ook kan gaan. En mijn homie zegt me ook gewoon van, al heb je een motherfucking ton cash, of 2 ton of 3 ton cash, of hoeveel geld je ook hebt. Als het niet op een goede manier is verkregen, ga je je er slecht over voelen. Ik hou niet van spanning, je weet toch? Spanning is sowieso fucked up, je weet toch? Ja. Spanning is fucked up en dat wil je gewoon niet hebben in je leven, man. Je wil gewoon voor positiviteit gaan. Maar heb je dan ooit van een fout geleerd of zo? Of praat je gewoon zo omdat je nooit daarin terecht bent gekomen? Jawel, natuurlijk, man. Ik heb in mijn jeugd heb ik heel vaak vastgezeten. Ja. Ja, man. Dus je hebt het wel meegemaakt en gezien? Ja, man. Het is fucked up, je weet toch? Het is fucked up. Het zijn meer traumatische ervaringen. Ja, joh? Mm-hmm. Op wat voor gebied dan? Traumatisch? Ik denk best wel heftig. Als de politie 6 uur in de ochtend bij je aankomt kloppen. Ja. En je bent 16 jaar, je woont nog bij je ouders, dan heb je heel wat mensen mee, weet je? Mm. Je hebt schande van de buren. Ja. Als je ma niet huilt, nou, dan weet ik niet wat voor ma je hebt, je weet toch? Ja. Daarna ben ik in de muziek gestapt. Okay. Dus voor mij is het gewoon altijd wel
Er is een les geweest sowieso. Ja. Weet je, kijk, ik hou van vrijheid. Als ik geen vrijheid heb, dan is het fucked up. Je weet toch? Dus jij zou gek worden in Jedi? Bro, misschien alles went, zoals ik net zei. Je weet toch, alles went, maar... Ja. Bro, hoe zou je dat vinden, man? Het is toch fucked up daar, Sabi? Ik heb ook gezegd, dus het is niet... Zou jij nu nog vast kunnen zitten? Wat nu? Ja, stel je voor, je moet opeens 2 jaar Jedi. Bro, maken. Weet je wat het is met mij? Ik heb ook, ik ben iemand... Soms heb ik veel woede in mij of zo, papa. Maar ik ben gewoon, omdat ik relaxed ben, en ik moet niet onbewust spaarheid op of zo. Dus als ik iets echt gewoon justice of iets of zo, pap, kan ik wel flippen. Is fucked up, ja, justice. Begrijp je dat? Snap je, is fucked up. Ben, ik ga niet met je vechten, bro. Ik ga je fucking ogen, ik ga iets doen met jou, broer. Weet je toch? Ja, man. Ik weet niet, man. Dus dat is die dingen, weet je toch? Ja. Nou, moet ik me altijd gewoon rustig houden en weet je. Dat ik iets raars ga doen, je weet, waar je gewoon ja, begrijp je. En doordat je iets geks gaat doen, ga je niet eens normaal. Je gaat TBS, alles krijgen omdat je die psychische dingen met die persoon hebt gedaan. Begrijp je? Was het maar als je maar geschoten of zo, begrijp je? Dat is ook wel moeilijk, hè, als je zeg maar zo'n soort karakter hebt. Alles ja, opsparen. Je moet je, nee, ik wil het niet, dat is niet opsparen of zo. Is gewoon van, en dan opeens. Het is gewoon, soms kan je gewoon ploffen als iets jou wordt aangedaan of zo, waar je vindt van hé. Dit klopt niet gewoon. Het is niet eerlijk gewoon. Vriend. Je weet toch, ik ga, als ik naar de hel ga, vriend, we gaan samen, brother. Zo, je weet toch? Ga ik maar dood. Maar meestal heb ik dat als ik alcohol op heb, bro. Ja, dat is gevaarlijk, hè, die alcohol. Die alcohol is laag. Wodka, wat kan we dan? Ja, vodka. Ja, die maakt je gek. Maar die shit had ik meer toen ik whisky dronk. Whisky, ik word zo agressief van whisky. Emotioneel agressief, en weet ik veel allemaal. Dan zei hij, is dit nou? Elke weekend vechten gaan, later. Ja. Skip die hele kaker whisky, ja. Ja, nu krijg je ook een kind. Laatst keer ik whisky dronk, bro, ik was in escape gehad. En ik was met zo'n gast. Ik wil nooit meer gaan drinken, omdat wanneer hij drinkt? Ah, boy, je was big. Ik dacht dat ik para was. Wow. Geen team flessen. Ja, dat die man is wel weer, pa. Hoofdpijn gewoon, weet je, als je met die man drinkt. Maar voor de rest echt zo'n echte lieve jongen, echt. Dat is wel sick. En dus was ik keer met hem gaan drinken, whisky, was ik weer whisky gaan drinken. En toen werd flipte ik. Ik denk, je bent laag. Pak glazen, daar begint ze kapot te bijten. Wat? Bro, kanker psychisch, gaf. Oh, ik hey, fuck deze kanker whisky, gaf. Ik drink geen whisky meer van mij. Ja, man. Nee, man, maar hij is gewoon ook van die chef. Hé, hey, broer, wat ben je aan bezig, man? Je bent laag, toch? Je bent gek, toch? Je bent ook een joker. Je bent shooter, toch? Kanker. Laat man. Wordt gewoon emotioneel. Ja, jij bent gek, ik ben gek. Blijkbaar ben ik het gewoon clean af. Ja. Dus geen splinters of zo, bro. Gelukkig. Voor, ja man, bro, zeg voor het. Ja, ga je dood, bro. Ja, natuurlijk ga je dood. Gaan. Ja, je moet gewoon van binnenuit, je bent dood. Je gaat slaan, je gaat gewoon dood in slaap. Tere. Ja, bro. Doe maar rustig, man. Je moet vader worden, man. Ja, dat, nee, man. Los van die schoon, man. Hey, terug over Geuzeveld, hè? Ja. Hoe werd jij ontvangen in Geuzeveld nadat je met je tracks kwam? Je werd veel hits, veel... Ja, maar altijd wel support, man. Ja? Die wel mijn support, man. Draagt je wijk jou echt, heb je dat gevoel? Jawel. Dat is wel dope. Ik denk dat je als rapper zijn... Dat zou je wel echt nep zijn, gaf. Als je wijk in de support gaat, ja. Stop dan maar gewoon. Dat is wel zo. Maar vind je dat zeg maar echt belangrijk dat je... Je moet wel support krijgen, man. Ja? Van je wijk of gewoon van... Broer, wij vinden... Ja, weet zelf ook, Arno. Ja, maak geen hoofd op tv, vriend. Geen hoofd op tv, geen clips, niks, vriend. Nee. Maak gewoon pokoes, we hebben geen clips gehad. Nee. Dat. En toen ik heb scheid gedaan, heb ik wel echt die boys gezegd van, hey, Dres, ga een clip maken, man. Wat vinden jullie ervan? Ja, maar, ja, serieus, bro. Zo van toestemming. Ja, ja. En het zijn ook meestal, kijk, misschien is het niet altijd, soms is, kijk, liefde is niet altijd gemeend, je weet toch. Soms, je hebt altijd mensen in de buurt die altijd denken van, hey, what the fuck, hij wel, nee, tuurlijk. Niet iedereen kan je liefde geven, ja, snap ik bedoel. Maar er zijn altijd mensen die jou beter willen zien doen dan wat je nu aan het doen bent. In zulke buurten zul je altijd te maken hebben met heel veel tegenslag. Van mensen om je heen, weet je. Ja, dat zal je op een gegeven moment altijd raken, man. Als je iemand elke dag ziet en op een gegeven moment diegene is weg of shit is fucked up gegaan. Of iemand is iets overkomen tijdens dat hij iets ging doen. Of huppelde pup. Of iemand gaat weer trouwen, leuk, weet je. Of iemand zegt weer van, hé, ik ga met mijn vrouwtje op reis. Ik ga op vakantie, wat ga jij deze zomer doen? Weet je, dat zijn van die leuke dingen. Maar tuurlijk, dat in mijn rap, ja man. Maar is het dan misschien de bedoeling soort van om weg te gaan daar dan? Nou, want hoe naar mij klinkt, denk ik van ja. Wat niet... ga je daar doen? Nee, klopt, ja. Precies. Nee, klopt, man. Maar daarom zeg ik ook van... Hij woont in Deventer nu, ja. Nice. Ja, snap je? Deventer is relaxed. Daar gebeurt denk ik iets minder dan... Ja, maar relax. Ik ben blij met de stoplichten die je groen gehad hebt. Ja.
Ik wil sowieso niet in de buurt blijven. Nee, nee man, tuurlijk niet. Maar je bent best wel vaak weg van de buurt. Je gaat vaak op vakantie, man. Peri, jij gaat meer op vakantie dan ik, man. Ja, ja maar... Ja. Hij gaat echt vaak op vakantie. Leef, broer. Ja, dat moet je ook gaan doen. Hè. Ja, je moet gewoon weggaan. Maar jij gaat ook op vakantie. Ja, ik ga vijf keer misschien per jaar of zo. Turkije. Lekker, ga weg maar, vriend. Ik ga nog één keer aan doen. Ja, dat is de Mokro toch? Nice, nice. In Marrakesh, ja, dat was leuk. Maar hij gaat meer, man. Hij gaat vaker, man. Ja, ik ga na 12 jaar nu voor het eerst naar Las Vegas, man. Ja. Nice. Dat is leuk, man. Nice. Maar is er een reden waarom je zo vaak op vakantie gaat? Wil je gewoon weg van hier? Of? Gewoon weg, man. Kijk, je kan ervoor kiezen om in Amsterdam je geld uit te geven. Ja. Of je kunt daar gewoon je geld uitgeven. En ik heb daar ook familie, dus... Ja. Het is voor mij niet de vreemde plek of zo. Volgens mij zijn we een beetje aan het eind gekomen van de show, als ik het goed heb. Nee, ik had nog wel een vraagje voor je. Marokko game. Ja. Hoe is die track ontvangen, zeg maar gewoon? Wel goed, man. Zelfs in Marokko draaien ze die koppen, man. Ja, man. Dat is wel dik. Ja. Nee, man. Dit was een, maar kijk, je bent dan tweevloedig, maar je bent en Surinaams en Marokkaans. Mm-hmm. Is er, zeg maar... Krijg je liefde van allebei de hoek of misschien van een bepaalde groep meer? Ik krijg van alle tweede groepen krijg ik gewoon love, man. Praat je ook Surinaams? Niet. Ik kan het wel een beetje verstaan, maar ik praat het zelf niet. Ja. Ik ben Marokkaans opgevoed. Dus. Maar Marokkaans is nu wel een beetje de nieuwe straatslang geworden, toch? Nou ja, ik denk als we daar verder op gaan, wordt hij boos. Nee. Wij hebben het wel over die sessie en over die energielevel, weet je. Die energielevel is echt niet normaal, man, die track. Ja, de energielevel is Frans, bro. Ja, man. Ja, als mijn dochter hoort dat niet wil luisteren, ga ik jou inschakelen, man. Mijn dochter gaat me zeggen, naar bed toe. Hey, zou jij alsjeblieft van supergaande een slang kunnen maken? Kan je dat? Dat ja, man. Op de plekken? Nee. Super. Dat ontstaat gewoon, man. Super. Dat ontstaat. Nee, man. Dat ontstaat gewoon. Maar wie weet dat ik eventjes denk van, hé, pap, broer, ik heb je nummer. Krijg gewoon een voice mee, man. Oké. Okay. Hey, probeer misschien tegen volgende week iets te verzinnen. Dan kan ik het in de show gooien. Ik ga het in mijn hoofd halen. Oké. Hi boys, ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Ja, man. Het was fucking gezellig. Thanks voor de nootjes. Voor de kijkers thuis, dankjewel voor het kijken. Zijn er nog leuke dingen die komen? Zijn er nog clips? Nieuwe tracks, nieuwe clips, alles, man. Shaki? Ja, nieuwe dingen. Een album, maar ja, wanneer, weten we niet. Nee, je bent volgend jaar. Volgend jaar? Ja, plannen ze sowieso eind februari. Dat is een beetje de planning. Ja. Dat is tenminste één EP dan. Oké. Okay. Toch? Ik zat denken, met een emotioneel nummer of niet? Nee, maar deze EP die gaat komen is alleen maar street shit, bro. Oké, jammer. Ja. Vind ik jammer. Ik ben best wel emotioneel. Ja, maar je moet weer straat, hoor. Je moet weer straat in. Maar ja, bro. Ja. Ja, wie weet, ik kwam met het idee om een dubbele EP te maken. Nope. Heb ik laatst ook gedaan. Die trouwens ook overal verkrijgbaar is. Check die shit, dat is een paar die zo. Jongens, wil je nou ooit een emotional track van Sjaak horen? Gaan we allemaal met z'n allen geld inzamelen? Lijkt me hartstikke leuk. Gekke zang, alles bro. Ja, check alles in de beschrijving. Volg ons overal. Dank je voor het kijken. Peace. Keihard.